Terwijl sneeuw gestaag uit de hemel viel, werd zaterdag op het Lange Voorhout het Thorbecke-monument onthuld door premier Mark Rutte en burgemeester Josias van Aartsen. Meneer Rutte, we staan hier bij het standbeeld van Thorbecke. Ik denk dat veel jongeren zullen zeggen, hoe de hel is Thorbecke? Ja, Thorbecke is gewoon onze grootste staatsman uit onze geschiedenis. Hij is de man die nu zo'n 160, 70 jaar geleden van Nederland een parlementaire democratie heeft gemaakt. Hè? Dus met een Tweede Kamer die ook echt gekozen werd. Met een koning die niet meer almachtig was, maar onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Dus dat hele stelsel zoals we dat nu kennen, komt van Thorbecke. Nou, Thorbecke was een politicus die zijn mening niet onder stoelen of banken stak. Dat was trouwens in de 19e eeuw in Nederland sowieso gebruikelijk. Dus ik relativeer altijd een beetje die verhalen. Oh, waar gaat het met de democratie naartoe? Want ik geloof dat die hechter is, ook in Amerika, dan wij af en toe denken. Den Haag heeft zeker 150 jaar moeten wachten op een monument voor de grondlegger van onze democratie. Eerdere voorstellen stuiten op breed verzet. Ja, in 1874 heeft de Haagse gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen een beeld voor Thorbecke. Is een aantal jaar geleden door een raadslid hier in Den Haag is initiatief genomen om tot een beeld te komen. En nu in de laatste weken van Josias van Aartsen burgemeesterschap vind ik het geweldig dat het net in die tijd nog gelukt is om het beeld te onthullen. En nu we de burgemeester toch voor onze camera hadden, konden we het niet nalaten hem te vragen naar de hoogtepunten uit zijn ambtstermijn. Voor mij altijd het heerlijkste is geweest die directe contacten met al die Hagenaars van hoog tot laag. Van de Schilderswijk tot de minister-president, zal ik maar zeggen. En die, nou ja, gewoon de warmte van de mensen en ook de adviezen van de mensen. Waar je soms wel dingen mee kunt doen, maar soms ook moet zeggen, ja, dat kan nou eenmaal niet. Dat zal ik heel erg missen ook. Joost van Aartsen heeft gezag gebracht, maar vooral ook beschaving. Hij heeft Den Haag op de kaart gezet als een stad die inderdaad de stad is van recht en vrede. Dus de internationale instellingen, maar ook de stad van de mensen in Den Haag die zich daar misschien wat minder mee verbonden voelen, maar wel echt Hagenaar zijn. Dus ja, hij kwam binnen en toen zei iedereen, kan hij die verbinding maken? En dat heeft hij echt meer dan fantastisch gedaan. Nieuwe burgemeester is ook VVD. Eindelijk een vrouw, zou ik zeggen. En ook iemand die die verbinding gaat maken. Beide kanten van de Laan van Meerdervoort. Het zand en het veen. Ik heb dat wel genoemd toen mij gevraagd werd, wat moet een nieuwe burgemeester hebben? Toen zei ik het grote marktgevoel. Want dat is de plek in Den Haag, veel meer nog dan het plein hier. Die grote markt waar al die stromingen van Den Haag, jong en oud, de studenten, de werkenden, de mensen die wat ouder zijn, bij elkaar komen. En het standbeeld van Haagse Harry. Dat is toch fantastisch. En nou is er nog één klein probleem met Haagse Harry. Mag ik dat dan even aanvullen? En dat is? Hij is niet uitgelicht s'nachts. Dus er moet eigenlijk nog, zou ik tegen de Haagse bestuurders willen zeggen, er moet gewoon een mooie lamp op Haagse Harry, zodat je hem s'nachts ook goed kan zien.